Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal, oftewel Rotjoch. En ik ga jullie eindelijk een aankondiging geven wanneer mijn Minecraft Faction Server geopend wordt. Nou, ik ben samen hier met Wout, hallo Wout. Hola. Hallo, Wout is Smiling to Death, ik vorige video heb al gezien. Kijk, er zijn twee owners van de server. Dat zijn er twee, de twee owners zijn Smiling to Death, nou, dat is Wout. En Rotjochie, ja, dat ben ik. Wij zijn de owners van de server en ja, dat is dus degene die ik bij me heb vandaag. En we gaan even een soort tourtje doen door de server. Voordat hij online gaat, want dan gaat namelijk, ik ga meteen zeggen, zaterdag om 1 uur precies gaan de hekken open. Maar zaterdag vanaf 12 uur ga ik live streamen op www.twitch.tv/ireleasedeye. En dan zien jullie me live, gaan jullie me zien de server openen. Right? Yes, yes. Om 12 uur kan je al wel de server in. Maar je zit dan vast in de grote glazen box. En laat maar zien, ik volg je. Yes, over hier zo heb je de Ozo grazen grote box. Hier zie je Davenport, zie je al erin zitten. Dat is onze testpersoon, die blijft even inzitten tot zaterdag. Ja, en, tot zaterdag. Hier kom je dus om 12 uur in en om 1 uur halen we de houten vloer weg. En dan is de server officieel geopend. Yes, dus inderdaad vanaf 12 uur dan gaan we beginnen met livestream. Een beetje met lekker muziek, praten, chatten. En iedereen dan gaat de server weer vol te lopen. Het IP is trouwens play.heropvp.nl. De server heet dus HeroPvp. En één persoon heeft ook een rank gewonnen daarmee. En die maak ik nog bekend. Dus dat is awesome. In ieder geval, hier zie je dus op de server een beetje uitziet. De Shop Islands, vorige keer laten zien. En Warbot. Waar kunnen we het beste mee beginnen? Ja, Ruleboard gewoon. Weet je, begin even met Ruleboard. Yep. Kijk, je hebt inderdaad heel simpele dingen eigenlijk. Vooral alle regels en dat soort dingen. Niet hacken, niet schelden. Geen X-ray, geen glitches. Wees wel respectful. Niet ja, insulting, dus weer niet eigenlijk niet elkaar beledigen. Niet scammen, niet trollen. Nou, trollen. Maar tot een bepaalde hoogte. In de kitboek start. Zeg maar als je test kit start doet. Kijk, zit dit boek er al bij? Nog niet. Dat komt nog allemaal. Oké, nou, in ieder geval. Dat is dus een kit start. Dat is awesome. Niet zeuren en niet spammen. En vooral niet mij spammen. En vooral niet bij een Wout spammen. Want Wout, ik ken Wout een beetje. Die vond Everblauw er ook een beetje gek van. Dus dat is één. Ja, eigenlijk geen domme dingen doen eigenlijk de server. Zo simpel is het eigenlijk, weet je. En geen redstone clocks maken. In ieder geval, als je ook weer je boek krijgt. Bij startblok, volgens mij heeft hij een boek gemaakt. Ik ga je even change halen. Ja, even kijken hoor. Ja, echt een boekje halen. Bij het blok, weet je wel. Yes. Bij het strand. Nou ja, in ieder geval, er komt een boek uit waar allemaal regels staan van de server met alle warps, alle TP's. Allemaal uitleg hoe eigenlijk Faction in elkaar zit, de TNT-kanon, komt er allemaal in te staan. Dus daar kan je heel makkelijk van leren. Dus voor iedereen is de server geopend, dat is play.heropvp.nl. Maar dus inderdaad, om 12 uur begint het stream, om 1 uur halen we het weg. Nou, hier is het boek. Thank you. We zijn nog niet af, maar we zijn niet de af. Laatste dingetjes. De laatste dingetjes about het boek inderdaad. We hopen you enjoy it, look at the other pages. Made by your owner, bla 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 bla. Hij wil meteen credits hebben. Nou, oké, okay, about the server, rules about factions. Hij heeft een hele rare texture pack, waardoor het zeg maar niet mooi uitziet nog. Maar dan gaan we fixen. De YouTuber, en dan kan je bij een klingen. Een faction server, en een paar vrienden, en de next page. The people who help, zoals Minecraft Dev, Raf, David, blablabla. Heel veel mensen. Nou, de regels, nog meer regels. Wat factions is, wat inhoud, wat de warzone is. De tweede pagina, dat soort dingen. En de faction commands staan er allemaal in. Dus dat is allemaal super relaxed geregeld. Alles staat erop. De explanations. Bijvoorbeeld inderdaad de Obsidian. Kun je altijd je eigen server instellen. Wij hebben 3 keer heb je gedaan, hè? Ja, het staat er. Yes, 3 keer. 3 keer de TNT erop en die is stuk. En zie je, het is een heel uitlegboekje. Dus het is super simpel. Dat wordt allemaal geregeld voor jullie. Dan hebben we de warports. Maar daar gaan we later pas naartoe. We gaan eerst natuurlijk even de shop islands laten zien. Nou, laat maar zien, Wout. Jij hebt de prijzen fix aan. Ja, ik heb niet echt dezelfde prijzen gedaan. Dat hebben we een beetje met z'n allen gedaan. Het kan zijn dat er hier en daar nog wat prijzen moeten worden aangepast. Maar zoals je ziet, je hebt hier Outworld Shop, Armor Weapon Shop. Daar pak je natuurlijk je gear. De Ore Shop kan je je diamond dingen halen. En de Food Shop. Ja. Als je slash money doet, dan zie je hoeveel geld je hebt. Slash money, yes. Oh, 100. En, ja, dat is het standaardbedrag. Je begint met 100. En dan kan je hier bijvoorbeeld kan je een eigen farm maken. En dan kan je hier of dingen kopen, of bovenaan dingen verkopen. En dan zie je ook hoeveel je ervoor krijgt. Mm-hmm. En wat voor aantal je ervoor moet hebben. Ik en zo hebben we een beetje alle shops ingedeeld met prijzen. Ah, okay. Wat wij dachten dat goed is. Ja, we hebben een beetje een low currency server. Sommige servers echt zijn allemaal spelen met duizendjes. Wij zitten met honderdjes te kloten. Ik kan ook dit kopen. Inderdaad, een member. Dus iemand nu in Steep staat een member. Even kijken, Dave Report zegt is iets. Of heeft hij een rank? Nee, toch? Die heeft member. Blijft hij member? Je kunt het laten zien. Ik zou je 5 blokken geven. Kijk hoor, oh, het zijn 6. Ja, oké, juist. Geef maar even 5 blokjes, prima. Ook goed. Plop, oké. Ik heb even, zeg maar, dat ik geen owner ben.
Nou, ja. Oh ja. Dus ik ben ouder, weet je, dus dan haal ik het weg. Kan dat gelijk doen. Zie je? Hij is member. Als ik nu typ, staat er zeg maar alles zeg maar guest. Rotjochi, maar ja, ik ben nog steeds natuurlijk wel OP. Als je hierop klikt dan, welke is het, deze? Met je blok in je hand en dan de rechter of linker muisknop op het middelste bordje gewoon. Boom. Dus zijn we oké, okay. Confirm je nog een keer. Oké, okay, nice. Oké, okay, awesome. Awesome. Dan heb je nieuwe member. En later, nieuwe dingen, later een nieuwe naam. En dat gaat allemaal gefixt worden, allemaal ranks, komt er allemaal bij. Heel veel mensen zeggen, komen de donatie ranks, die komen nog. Maar dat vonden wij op het moment niet zo belangrijk. Maar natuurlijk gaan die later ook bij komen. Nou, dat zijn eigenlijk de shops, weet je. Alle shops zijn hetzelfde, een beetje armor shops. Ja, block shops, redstones, materialen. Het is allemaal gewoon simpel, de shops. Ja, en we kozen voor de layout van eilandjes, want het leek ons wel leuk. En dan gaan we naar de warps. Wout. Wout. Yes. Vertel. Gaan we lekker PvP'en. Nou ja, welke ballon wil jij pakken? Dan pak ik de andere natuurlijk. Oké, okay, het is heel simpel eigenlijk. Je dropt eigenlijk, ik moet wel een game mode 0 zijn we natuurlijk hierboven. Ik weet niet waar je bent. Oké, okay, kijk, heel simpel. Hier beneden is de warzone. Die vorige keer ook zien. De warzone ziet er zo uit. En je wilt natuurlijk niet pit droppen als je daar iemand ziet met full diamond op de boot. Ga je niet natuurlijk, wil je niet in de buurt van de boot droppen. Dus ik kijk, oh, de blauwe ballon. Ja, daar ga ik dus niet heen. Ik wil natuurlijk op een andere ballon. Nou, paars. Dan ga je naartoe, klik, warp to the purple balloon. Klik je erop, ben je bij de paarse ballon uitgekomen. Zie je dat? En dan kan je gewoon droppen op de wereld. En dan val je in één keer, hopsakee, in de warzone. En je hebt gewoon je gear die je eigenlijk zou moeten hebben. Ik heb er eigenlijk geen gear, want die had ik niet. En ja, dit is wel awesome sauce. En dan kan je eigenlijk PvP, ik weet niet wie jij bent, Wout. Yes, ik ben vlakbij je. Hey. Nou, als je mij Wout, killed, heb je ook nog wat leuks trouwens. Ik ga het even dood maken. Ik maak Wout even dood, hartseflats. Nou, dan Wout zie je dood. Het is in de chat ook dat jij $10 hebt gekregen voor het killen van een persoon. Dat is ook iets leuks. En dat kan je dan lekker uitgeven in de shop. En zo kan je ook geld verdienen met het killen van andere mensen. Dat heeft ook een en nou, natuurlijk, doel om heen te gaan. En natuurlijk Blots of... Oh, wacht even. Game mode 1. De Block of Diamond heb ik geplaatst, maar ik ben natuurlijk de owner. Dat kunnen jullie niet. Dat was ik even vergeten. In ieder geval, dat kunnen we dus allemaal doen. Hier is de PvP zone. Ik zal hem nogmaals even laten zien. Eigenlijk het midden. Dat is deze. Dat is de fontein. Dit is eigenlijk het midden. Hier zullen ook denk ik de meeste gevechten plaatsvinden. Maar dat is het midden. En we hebben de draak. Is ook in het midden. En dan heb je eigenlijk vier gebieden. Eigenlijk vier kwartjes. Eén daarvan is de stad eigenlijk. Het loopt een klein beetje over aan de zijkant. De stad met de molen. En daar vliegt een bouwer. De molen allemaal. En de stad. Rechts zit ongeveer het schip eigenlijk. Weet je wel? Met het strandje. Het strand inderdaad. Een strand. Nou, we hebben een ijsland en we hebben een stuk jungle. Nou, eigenlijk als je bijvoorbeeld wilt wegrennen, stel je voor bij het PvP, alalala. Je rent weg, dan kan je overal naartoe, hier overheen. En dan kan je hier PvP'en. Voor de lol hebben we ook, zeg maar, wat je ook kan doen. In je beginchest krijg je ook namelijk twee bootjes. Is natuurlijk proberen van het eiland af te komen. En als je van het eiland afgekomen bent, zie je verschillende gaten in de grond. Volgens mij is er hier eentje gemaakt. Juist. Hier een uitgang naar buiten, naar de bewoonde wereld. En na 1000 bloks hebben we ingesteld of zoiets. Yes, kon je pas bouwen? Ja, zoiets. Je ziet vanzelf in de chat, zie je onder in wildernis wanneer je kan bouwen. Dus daarom. Het is op zich heel simpel. Het is een faction server en dit is eigenlijk de PvP-zone. Maar, wat eigenlijk deze video het belangrijkste is, om 12 uur ga ik dus livestreamen op www.twitch.tv/irelystye. Wil je als eerst in de server zijn, wees dan op tijd bij. Ik heb heel veel mensen al gehoord van, ja, ik heb al een faction geregeld. Dus dat is awesome. Ik ben hartstikke benieuwd naar jullie reacties, wat jullie allemaal vinden, wat jullie allemaal willen doen. Hoeveel mensen kunnen eigenlijk de server bouwen? Weet ik nog niet. In ieder geval, ik ga zorgen dat iedereen erop kan. En trouwens, als je om 12 uur gelijk komt, je zit dan wel vast in de skybox. Maar je kan wel alvast je factionnaam maken en reserveren. Dus ja. Als je een leuke naam hebt. Dus jij bijvoorbeeld de Pipo's wil heten. En ja, je weet dat meer mensen het willen doen. Dan moet je wel snel zijn. Dan kan je inderdaad in deze box kan je faction aanmaken. Dus dat is, kan nog allemaal wel. Dus hoe eerder je komt eigenlijk, hoe meer kans je hebt op een faction. En je komt gewoon gezellig kijken. Je hebt alvast een kijk in de server. En om 1 uur precies vallen de gaten weg. Dus om 12 uur op www.twitch.tv/irelystye begint de stream. En eigenlijk de rest laat ik jullie zelf uitzoeken. Want ja, de rest van de wereld is natuurlijk open en bloot voor iedereen. Iedereen kan de loop langs lopen. Iedereen kan elkaar tegenkomen. PvP mag hier. De grieven mag op deze server natuurlijk allemaal. Want dat is factions. Dus ik ben er heel erg benieuwd. En ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook wat? Ja, ik heb zin in. Ik ben benieuwd. Ik ben zeker benieuwd. Ik denk dat we wel even de grotere servers kunnen worden als iedereen gewoon zo mat is. Dus als je vrienden hebt, jongens, roep ze er allemaal bij. Jullie weten het allemaal. 12 uur, boys, gaan we beginnen met de stream. Roep al je vrienden erbij. En dan kun je meteen met z'n allen PvP hier. En dan weer, eigenlijk gewoon meteen binnen te overnemen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Te overheersen was het woord. Ik ben wel benieuwd hoeveel mensen gaan spelen. Dus als je even in de reacties wil zetten of jij op de server komt spelen, dan zou het wel fijn zijn. Dan kan ik misschien even kijken van hoeveel slots we ongeveer nodig hebben. Ja, precies. Oh, ik had nog eentje vergeten. Dat is natuurlijk deze Warp to Random Spawn. Die kan één keer in het uur.
kan je hierop klikken. Oh, voor mij is het over 2 minuten pas geldig. Fuck duck. Nou, voor mij wordt het dan /RTP. Ja, RTP, dat kunnen jullie niet. Alleen ik kan dat als owner zijnde. Ik kom je eigenlijk in de random spot. Het is echt... Dus dat is awesome. Yes, en we hebben nog altijd kleine andere dingetjes. We hebben een auction systeem nog erin zitten. Stel je hebt een coole zwaard en je wilt geld verdienen, dan kan je je zwaard verkopen. Je hebt ook nog iets leuks dat jij spanners kan oppakken als je Silk Touch hebt. En dan kan je die ook nog verkopen. Er zitten heel veel leuke dingetjes in. Er zit nog veel meer in, dus dat kan je allemaal zelf uitvinden als je op de server komt. Nou ja, dus ik zou zeggen, kom er snel bij. Gewoon zaterdag lekker om 12 uur begint de stream. En om 1 uur eigenlijk barst het om 1 uur los. Dus wees erbij om 1 uur zeker weten. Om 12 uur zou ik je aanraden. Zo simpel is het. Alright. Yes. Ja, yes. Alright, in ieder geval, dat was eigenlijk een server. Je hebt mij ontmoet natuurlijk. Ja, eigenlijk wat je gekend maar al. Je hebt Wout ontmoet, de owner van de server. Hij is heel aardig, hij is heel vriendelijk. Zijn Twitter staat beneden in de beschrijving. Heb je vragen aan mij of aan Wout, stel een vraag. Wout zal eerder antwoorden als ik, want ik ben een beetje een eikel en Wout is heel vriendelijk. Dus als je vragen stelt, ze aan Wout eigenlijk, niet aan mij. En ik ben gewoon te lui daarvoor. In ieder geval, mensen, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag zaterdag om 12 uur op mijn livestream. Staat ook beneden in de beschrijving alvast. En ja, dan wil ik jullie zien zaterdag. Yes, tot zaterdag. Hoi's.